goeiemorgen, welkom bij weer een nieuwe Nee Top Vreed. De eerste vraag is in de baan van het rhinovirus. De een is benauwd voor een grote epidemie en de oor vindt het klerenberen paniek saaierij. Een discussie om tafel lazen. En joen strieden de matadoren van het Fries Damjen om die ene speciale titel, het kampioenschap Vlucht Damjen Friesk Spul. En de twee gruste kongens hebben jouw buizen vaprilken, maar dan wel op de Nee Top Vreed manier. Ja, in je zoen sissen, werk je in de bouw? Nou, dat is net zo goed in deze tijd, maar het heeft zeker takkomst, ja? Deze jongens die komen, krijgen bij ons een arbeidscontract voor 2 jaar. Dus zeg maar voor over 2 jaar, dan zijn ze klaar met hun opleiding en dan, ja, dan draait de bouw volop. Ja, dan hebben ze heel hard nodig. Ja, we hebben een hele speciale minuut die dit keer echt goed te volgen is voor onze dove joggers. En kunstner Ibi Potlatsch is leuk op staatssecretaris Atsma. Ja, Ibi. Dat is leuk op een staatssecretaris. Ja, hoe dan? Ja, vertel eens, want nou, dat is een prachtig kleurencute, een keuze, dat hoef ik net maar nu te lezen. Maar wat heeft Atsma verkeerd in die negen? Nou, ik vind dat hij... Sorry, ik ben een beetje schor. Nou, hoest maar een keer. Ja, dat moet er even nu. Dat had gewoon zo'n negatief effect op mijn keel. Maar nee, het is echt... ik vind het gewoon... ik denk dat meesken, dat burgers... hij get dus een verbod op het statiegeld. Maar ik denk gewoon dat... Dat net zo slim is, want ik denk dat burgers net zo snel dan nog die statiegeldflessen terugbrengen. Ja, want hij het zijn in de tweede keer is er maar akkoord voor 2014 nou geen statiegeld meer op die petflessen. Nee. En heel veel mensen zijn ook benauwd dat iedereen denkt, nou, hup, gewoon de natuur in of weet ik van wat in de bak. En daar ben je ook benauwd voor? Ja, ik denk dat het gewoon, ik was zwerfafval, dat mensen gewoon, dat het gewoon net meer, zou zijn. Dat het gewoon, mensen die vinden gewoon, die gaan gewoon net, normaal krijgen ze die yield voor. Maar dan, dan net meer, dan grond, denk ik dat ze het op de grond smieten, Nou, hij stond zo even, zien we nou, daar wil ik wat ontwaan. Ik wil eigenlijk een actieschilderij, een protestschilderij maatje. Best al een stukje dier, maar het doel is om in 30 minuten een mooi schilderij van Joop Atsma te maken. Ja, klopt. Ja. Nou, de contouren stenen, vertel eens. Ja, want ik moet even... ik ben hier in Westhoek en ik ben gewoon maar in de schets bezig nog. Want anders denk ik van, dan komt het net al een jaar op tijd. Maar het is een beetje, ik ben wel een beetje op een grappige manier. Dit zijn al je dode vogeltjes, heel grappig. Wie is dit? Dat is jouw pas? Nou, dat is een... Of ben ik dat maar die krul? Nou, dat is een vriendin van mij in het publiek. Oh. Die, die moet ik gewoon even erbij tekenen. Maar... dit is dus een C en op een gegeven moment, gaat alle flessen pas als het trok is wat hij wil, dan denk ik dat, dat de C in Westhoek, de Waddenzee, helemaal vol komt met al je flessen en zijn. Dat is natuurlijk net de bedoeling. En dat ze zonder wezen er op dat beeldse mooie. Ja, dat is toch niks. Ja. Nou, ik begreep dat Kliedestek wel een beetje, hè? De spatten en man, je hebt mooie pakjes om, maar... Ja, ik hoop dat ik niemand raak. dat zullen we wel zien. En het resultaat aan zijn, dat zullen we zien. Lekker bezig. Ja, oké. Okay, succes. Ja, dank u wel. Nou, even naar deze man. Want... tegen Koster en Volkert Groenveld, José is het nooit rut. Nou, dat hiet ik net op vreed, dus prima. Ja, die zit hier rond die Lietse tafel. En die doggen, die ben een dammie, maar een gewoon damboet. Maar het is net het gewone spul, hè? Want je hebt nog Fries spul. Ja. En verlies even uit, voor mij, tegen Koster, je bent de Messi van het Fries dammie. Je wint naast alles wat er te winnen valt. 15 keer kampioen? Ja, ik ben 15 keer kampioen best in dammie. Ja. En wat is er nou, Jong? Jong hebben het sneldamkampioenschap hier, het sneldamkampioenschap op Agasmer. Ja, en wat is het verschil met, eerst even het verschil met het gewone Damien en Fries Damien. Nou, bij het Fries Damien... Doe maar even voor. Dan moet je het treiken slaan, de treimen die in slaan, rechtdoor, is dat volgen dus, scheef, en dan... Kijk eens. Ja, dat. Nou, heb ik treiken gekozen, die, of die, of die. Nou, ik neem die. Nou, dit zit hier lekker op, jongens. Ja, ik vind de dame altijd zo fris, krikkelijk, dreigen sport om naar te zien. Ik get dat altijd lekker op, ja. Mooi, nou. Nou, ik werd wakker, jongens, dan neem ik die. Ja. Ik kan volgen twee slaan, op twee manieren. Tik, tik. Ja. Oké. Okay. Dat reken ik op een andere manier. Wat dan? Oh! Zie je, ja, dus je mag je skin slaan. Ja, maar er is dus ergens een keer een Frieswest, een eigen wieze Fries, die zei van bekijk het maar met het normale spul, ik doe het oors. Misschien wel. Ja. Die er wel heeft, ja. Volkert, het is, wij hebben wat bonnen hier, ik deel ze het in het publiek. Ja. Om toch die belangstelling die te jong is. Ja, op Omroep Live, het Uitstuurt, Klaas Jongens, maar die zitten buiten kwekkering de hele tijd. Dus echt rustig, zult wel net te wezen, daar boppen die damboeren. Nee, nooit en je bent hier als een soort van missionaris om het
hoe te dragen, want wat is het eigenlijk het probleem van de sport? Nou, er is helemaal geen probleem. Ik ben wel al hier rare mensen, toch? Ik ben absoluut niet alleen rare mensen. We hebben bij de club een heel soort jongeren. Nee, we zijn een levendige sport, een prachtige gezelligheid. En dat werd ik ook geestelijk serieus damd. Dus het Fries damje had geen probleem. En hoe is dat nou jong dan? Want ja, dat ik geloof dat er een 60 dames op de lijst staan. Toen maar. Dat werd een spektakel. En ik heb zo'n jeugd erbij. Ja, absoluut. En ik hoop niet dat wij al een draadje uitzoeken. Nee, Josje, er super patent uit. Dat geeft ik niet om. Maar ik heb wel eens, maar ik vind wel dat je 15 keer achter wordt kampioen worden dan eer wat onderhoorn, toch? In zo'n sport. Waarom is hij zo goed? Waarom is tegen zo goed? Hij is een fantastische dame, maar hij kan al de jeepeningen spelen. Hij heeft een goede techniek, maar het allerbeste is dat hij hem ook griezelig achter het boord concentreren kan. Okay. Nou, hij kan hem enorm focussen. Ja. Nou, dat zal aan ons worden. Ik stuur hem even naar het publiek, dan kan hem daar uitlezen. Ja. Maar waardoor ik even uw eigen net op vrede wiezen. Hier mag je jong 10 minuten per partij, dan treien. Of 6 minuten. Wij krijgen hem krijgt zweet op een kop. Ja, ik heb nog zweet op een nou, kop. Je mag naar het publiek tellen. Ik kan hem ze even zien leren hoe het zit. Ik hoor het zweet er. Ja, Fries Damje, wat een sport. Even wat oors op tafel. Ja, we hier al het Smallenberg-virus, MKZ, Q-koorts, blauwtong. En zo'n tussenwieken is er ook het rhinovirus, Varhindes, bijkaam. Ja, wer een beste virus dat voortdurend grut in de media besprutsen werd. En ja, dat badde, maar het rhinovirus vooral nadat de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie het advies joeg om hierste wedstrijden uit te lassen. En dat besluit is nou kritiek, want het zou paniekzaaierij wijzen voor een hierste ziekte die eigenlijk al hier een wollenpeekje vaak komt. En ik praat er oer met Willem Luiten van de KNHS. V-dokter Marco de Bruin en een van de grootste hierste fokkers van de vrouw Wiebe-Ide van de Lageweg uit Beers. Al hier verschillende meningen. Ik begin met jou, Luiten. Ik ga even over in het Nederlands. Ja, dankjewel. Uw bond heeft het advies gegeven om die wedstrijd af te lassen. Ja. Nu weten we dat het rhinovirus dus ieder jaar wel een keer de kop opsteekt. Wat was nou de reden om het dit jaar te zeggen? Mensen, wij adviseren u om geen wedstrijden te doen. Ga niet met die beesten rijden. Nou, na de eerste uitbraak, en het gaat om de variant waarbij zeg maar verlammingsverschijnselen optreden bij paarden, die komt wel voor, maar niet zo vaak voor als andere vormen. Bij die uitbraak is het zo, als dat op één locatie blijft, blijft het vaak op één locatie. Dus zijn de maatregelen die je neemt beperkt. Mm-hmm. Dat is nu ook het geval geweest in Bergendal en Heumen zijn die uitbraken geweest. Die bedrijven hebben contact gehad met elkaar. Dus dat is ook te verklaren dat op beide bedrijven dat virus heerst in die variant. Dat was tot vorige week vrijdag ook het geval. En we hadden zelf vrijdag de Indo-kampioenschappen voor ponies. We hebben een aantal extra maatregelen genomen voor mensen die uit dat gebied komen. Waarvan we gezegd hebben, als je wel komt, willen we wel dat je een gezondheidsverklaring hebt. Dat je een neuswap zou afnemen om te kijken of je drager bent van het virus. Is dat niet zo, kun je rustig komen. Op de kampioenschappen zelf hadden we geregeld dat ze zeg maar apart konden losrijden, apart parkeren. Dus zeg maar een beetje een quarantaineachtige situatie, maar toch gewoon meedoen aan de kampioenschappen. Alleen toen kregen we vrijdagmiddag het bericht dat het virus ook op een andere plaats in Nederland gesignaleerd is. Ja, en toen heeft u een persbericht en ook op uw site gezegd. Ja, want dat paard heeft zeg maar is wel in contact geweest met de paarden bij de haard. En dat is op een plek geweest waar gewoon heel veel paarden in en uit gaan. Mm-hmm. Dus dit paard is dan naar Wouwbrugge gegaan. Maar er zijn op die locatie meer paarden geweest die misschien wel over heel Nederland zijn verspreid. En toen hebben we gezegd, nou dat risico is ons te groot. En wij adviseren dan aan onze verenigingen om de wedstrijden zeg maar in ieder geval af te lassen. Nou, daar hebben we het U-Tour, De Bruin. Expert op dit moment, dierenkliniek Wolverke, Bistekliniek. Vind je dat dit een goed besluit was, had om dan zo'n advies te gaan? Nou, enerzijds, aan de ene kant, als je puur naar de ziekte kijkt en naar wat wij aan ervaring hebben met het ziektebeeld in de afgelopen jaren, dan eens in per jaar, eens in de twee jaar, kom ik een patiënt tegen met de neurologische vorm. Ja. Dat is de echte slimste vorm. Ja. Ja, hè, dat de paarden in min of meerdere mate verlamd geraken tot eventueel zelfs inslapen noodzakelijk is. Het is natuurlijk heel erg. Alleen de ervaring leerde. Kijk, het virus zit wijdverbreid in onze populatie. Ja, maar ik wil nog van jou weten. Dit is een man uit net mijn huis. Er komt een heel set in de media. Mensen worden paniekerig. Ja. Is dit een goed besluit om te sezen? Ja.
Ik kan het me heel goed voorstellen. Ja. In de zin van op het moment dat je drie bedrijven op één plek hebt, dan denk je van ik heb het onder controle. Ja. Dat kan ik ook naar buiten toe zo verdedigen. Dan komt er geografisch heel elders komt er een nieuwe locatie bij. Dan wordt het moeilijker om het gevoel van controle te hebben en naar buiten toe te verdedigen. Alleen, het is in het verleden ook wel eens voorgekomen dat we op verschillende plaatsen tegelijk, hè, een paar jaar geleden nog in de Noordoost en in Friesland tegelijk, en dan is het ook niet gekomen tot een landelijk advies om paarden niet meer te vervoeren. Van der Laagweg, ik ga even naar Jota. Joop, binnen alle dagen mag Hines aan de gang. Nou, ze zei van, nou, bij wedstrijden kom maar net meer rieden. Al als Maneses bent dicht, Famkes maar Hines, die kunnen net meer rieden. Loekie, jou je er wat van op? Je loopt je altijd wel van aan, want wij werken in de branche, dus je probeert alles normaal altijd al zo gezond mogelijk en zo goed mogelijk te doen. Dus net alleen nou, nee. Normaal altijd. Altijd, alleen nou, wordt heel erg opzweept in kranten, Telegraaf, Journaal. Ik weet wat we dan instellen. Ja, maar dat komt omdat er een advies is. Ik bedoel dat rhinovirus, voor het eerst dat ik het van je heb, Jemse, het komt heel vaak voor. Hoe kan dat? Ik denk dat in het verleden is de aandacht van de media niet zo groot geweest als nu. En dat komt ook omdat het relatief een groot aantal paarden betreft met ernstige neurologische verschijnselen. En dat is natuurlijk... Hoeveel er binnen dan? Nou, ik heb begrepen, er zijn vijf paarden ingeslapen. Er zijn vijf paarden ingeslapen, maar op de locatie in Bergendal en Heumen zijn meerdere paarden die besmet zijn. Kijk, als je kijkt naar de rol van de media, want dat wordt dan gezegd. Kijk, op enig moment, tegenwoordig werken wij in de tijd met Facebook, Twitter, noem maar op. Dus het gaat allemaal veel en veel sneller. En in die zin is het voor ons heel belangrijk als sportbond om in ieder geval, wij staan voor dierenwelzijn, dus dat risico te beperken en ook een stuk goede voorlichting te geven. En dat hebben we iedere keer geprobeerd in onze communicatie te doen, terug naar de feiten. Hè, hoeveel gevallen zijn er nou eigenlijk, waar is het nou? En probeer het gewoon in proporties te blijven zien. Maar wil je dan zeggen dat ik al jou je gewoon dat WhatsApp wees voorzichtig, dat, of doe het even in het Nederlands, nee, geeft u het boodschap het voorzichtig doen, ja. Dat dan de media dat overdrijft? Kan dan een journaal of een journalist of een radio... Nee, feitelijk hebben wij alleen geadviseerd om wedstrijden niet door te laten gaan. En daar waar je een bepaalde vervoert, om dat zo weinig mogelijk te doen. Want het is een contactvirus, dus hoe minder contact er is, hoe sneller je van het virus af bent. Laagweg, wat denk je over wat er gebeurt? Ik vind dat doe je automatisch al. Als je wit eruit hebt of het is in de buurt, dan beperk je al. En ik denk alleen dat misschien de pers net goed genoeg inlicht is of een vrije loop genomen hebt. En dat er een boel paniek is. En vroeger heen heel veel mensen die in verstand van hinders. En sindsdien hebben ze een soort mensen mindes. En maar de Twitter en Facebook... En die heb ik niet verstand van? Nou, dat zeg ik niet, maar het aantal is beperkter als vroeger. Dus er wordt heel veel paniek in. En hoe meer ellende, overal, wat ik maar omgeert, hoe mooier ze vinden. Hoe meer sensatie het is in Nijzig is. Ja. Daar zit weer ik al. Maar nou ja, vooral omdat dan... Ik bedoel, we hebben het Zwanenberg-virus, jongens. De 100 gevallen. Ja, maar daar hebben we het net over. Waarom hebben we het net over? Je kent het goed erover, want je nou komt door. Wij krijgen al bericht in het boetland van. Van mensen die paniek als je hinders kracht hebben, kunnen ze voorkomen of kunnen ze het is gewoon het is iets en dan lees je het uit. Oh, het is heel rot. Het is hoe de hele wereld, elke keer in alle landen is het. Dus als je dat uitlezen meestal, dan is dat wel rustig. Maar als je in de krant komt, in Dijs komt, dan is het gewoon hoe dreun. Maar de krant die door niks had hij dat net bekend? Hinders misschien, ja dat weet ik net, misschien meer bij de volgende. Maar vind jou dat vervelend, dat ze dat dan zeggen uit zijn sportvereniging? Want Ik snap hun wel, want zij jouw advies. En dat is, en dan kan iedereen wat met de wol. Alleen, je kan niet zeggen, het is een advies. En de vierde kan alles gewoon trokken. En de vierde geen belemmering, alleen die bepaalde plakken. Dan beperk je erin. Maar nou, het heeft een beetje een vrije loop genomen, vind ik. Maar dat zie je ook. Ik denk, tenminste, dat is mijn gevoel erbij, dat de KNS eind vorige week enorm onder druk heeft gestaan. En dat ze daarmee de kampioenschappen in Ermelo hebben afgeschaft, denk ik, is een goede zaak om... rust te brengen. Alleen als je naar de toekomst toe kijkt, dan kun je verwachten dat er eens in zoveel tijd dit opnieuw gaat gebeuren. Ja? En dan denk ik niet dat het een wenselijke zaak is als dat iedere keer als dat gaat gebeuren, dat we dan landelijk de hippische sector stillen. Ja, want meneer Luiten, daar wil ik nog even iets over zeggen. Want kijk, dat is natuurlijk, die constatering is juist. Het virus is er gewoon altijd. Die laatste variant komt dan minder vaak voor, maar is zeker ernstig. Wat je wel hebt gezien, en dat is wel een leerpunt wat we met z'n allen op hebben, en ook met de sectorraad paarden hebben gezien. Je moet eigenlijk wel gewoon een protocol hebben voor als het uit
uitbreken. Wie dat er nou net? Dat is er nu niet. Je nou eigenlijk zelf is, maar op is, eigen nou, nee, zelf maar bepaald. Ja, maar niet op eigen houtje. Betekent dat wij als KNS een besluit nemen of een advies geven. Dat we ons laten adviseren door onze veterinaire adviseurs, door de faculteit. Dus dat is allemaal wel veterinair goed getoetst. Alleen, het betekent wel dat we dit nu voor het eerst hebben moeten doen. Ja, maar, want er is geen protocol voor deze ziekte. Is wat niet overlegd in de sectorraad sowieso? Want die ik heb begrepen dat die waren niet allemaal met u eens waren. Ja, maar de sectorraad geeft aan van het rhinovirus is er niks aan de hand. Nou goed, en als ik voor dierenwelzijn ga en ik heb zeg maar op twee verschillende locaties het virus en ik kan niet helemaal zeker zijn dat het virus via een centrale plek nog verder verspreid is door Nederland, dan moet ik maatregelen nemen. Dus wij gaan allemaal voor dierenwelzijn, wij ook. Wij paarden verkopen of die bij ons op het bedrijf kon geïnsumeerd worden en die zien niet gezond uit, niet gezond, die worden niet afgeleverd of die worden niet aangenomen. En dat is ieder normaal denkend mens. Ja. Ga niet met zijn ziek reizen. Dus ik denk, daarom denk ik, normaal kan iemand van zichzelf bedenken dat paard gezond niet gezond is. En dan is dat. Je ging eigenlijk voort naar een oplossing daar. Dan moet ik nog even mijn wacht zien. Ja. Jo, te ze zelf nooit denken. Ja. Dat zou mooi zijn. Ja. Ik wil even naar die hype daar. Want ik zag krek al Smallenberg virus. Dat is dan om de keer de morenbist. Kei. Hinders. Ja, hoe kan het dat het maar die hinders dat dan in één keer der een snaar rekken wordt? Lees mij dat eens uit. Dat nou in één keer der zo'n hype op. Omstit, want Git, ja, maar nou, ja. Respect om vier vrienden. Kijk, de neurologische variant is een ernstige vorm. En als er verschillende paarden niet meer overeind kunnen vanwege verlammingsverschijnselen, dan wel getakeld moeten worden. Dat is een intensief zorgproces. Dat is drama, dat is verschrikkelijk, dat is leed. Want we zorgen op bijvoorbeeld plaatsjes van mensen op hinders. Het is natuurlijk. Ja, je geniet ervan, denk ik, luid. En Jim Allier, je bent Allier, Bisseling, maar van de lage weg, is het exact dat, ja, dat gehalte, dat ijberietsgehalte van hier, dat nou echt een probleem is? Mensen kunnen er toch te gevoelig om binnen. Ja, dat ik. Maar het is, ik zei, de meesten wil ik al graag nijzen en dingen van. En als er een ziek beest is, of er een beest in Egypte mishandeld wordt, dan zit de jerel op in de krant of in nijzen. En dat ben ding, dat wie vroeger net, en heb ik niks meer nodig. Dan zie je collectors hadden van. Zwerven in Roemenië, dan hoef je van de werkelijke afstand. Een beest is een beest en we zijn altijd met beesten, we willen graag het beste van het beest hebben. We verzwaren ze goed, al hier, want daarom heen ze. Maar dan een paar van die zieke hinders, dat is normaal, het gebeurt heel weer door, elke keer. En als er nou iets is om een hartaanval of een marinovirus, ik ben vaak net de sterkste die overlijdt, ik ben vaak iets die al wat zwakker binnen. Ja, dat is ik mis je natuurlijk proces. Ja, maar wel een verschil is, kijk, zoals jij nu aangeeft, is paarden zijn voor jullie onderdeel van het werk, van het bedrijf. Nee, ook liefhebberij. We hebben vakken, we hebben liefhebber en we willen de beste van onze paarden. Oké, maar er zijn zeg maar 500.000 Nederlanders die gewoon wel één of twee keer per jaar in ieder geval op een paard zitten of een paard rijden. En er zijn ook heel veel mensen bij die hun paard gewoon zien als gezinslid. Mm-hmm. Nou, en dat komt er gewoon wel heel erg dichtbij. Ja, en daarom vooral, is misschien ook de mate van. Eventjes een laatste afsluiting. Misschien heeft u wel gelijk gekregen, want geen nieuwe virussen erbij, hè? Geen ontdekkingen. Dus tot op dit moment niet, nee. Dat is goed. Wat moet er nu komen? Even één laatste antwoord. Wat moet er komen? Een protocol. Protocol en ook een meldpunt? Een meldpunt zou helpen. Ja. Maar de lijfsuitslagen van jou, wie drie uitslagen, wie nooit negatief. Dus ik heb hartstikke goed. Dus in principe is van mij de hoge zoer. Dus ik zou zeggen, man, die gaan we gewoon weer even los. En geen paniek. En de meneer ziet hem, dat denk je ook? Ik denk volgende week wel. Gezien het verleden is dat een plausibel scenario. Ik denk ook dat een meldpunt via de sectorraad paard, dat op zijn plek is, die geadviseerd wordt door een infectieziektecommissie vanuit de GGP. Die als meldpunt fungeert, als coördinatiepunt samen met de lokale practicus en als aanspreekpunt voor de pers. En dan kunnen we dat in de toekomst beter handelen. Okay. Man, ik zeg dat Ibi die het nou het schilderij op een groen gooit. Dit is het zijn Ibi om nou te smieten met het spul. Hoe liep dat? We wisten. Ja, hierachter. Oh, daar. wat zei je? Sorry. Nou, begin nou echt het spuiten. Ik ga nou even een beetje spetteren. Spetteren? Nou, ik dacht het heel rustig. Ik hoop dat niemand eronder komt. Nee, dat is dan. kan ik niks aan doen. Nou, dan weten we dat, want ik heb die man. Hoe zit het eigenlijk met Damien daar in het publiek? Hoe gaat dat? Helemaal wat zieltjes doen? Ja, dat weet ik. Geet heel goed. Mevrouw komt in België en ze rijden door zo op. Ja, ik. Volkert, dan is toch weer bij de jonge vrouwen daar onder tafel. Dat is duidelijk. Ja, dat geeft het woord best. Ja. Mooi. Maar biedt die. Nou, we doorgaan dus die speciale Nate op Vreed versie van het damspul. En dan nog vlugger en rapper. En dan ik nog vragen beantwoord. Weet je van mij? En dan zie ik een beetje die scootsjesiel sfeer eronder te krijgen. Nou, eerst even naar Djoeken. Want de crisis.
ja, we jaren er eigenlijk niet meer oors van. Griekenland is dan krek op het nippeke rennen. En er is altijd een hele grote malaise in de bouwsector. Maar bij de praktiekopleiding bouw in Ljouwert binnen ze juist tegen optimistisch. Juurt wie er een wedstrijd voor de beste metselder en timmerman. En Djoeke die gong betiert van Bertho en gong bij leerling Gjald Visser op paard. En waarom was timmerman weer eigenlijk? Nou ja, ik doe het sneurs vaak. En ja, ik mag timmerman worden. Ik vind het gewoon leuk om moeten met mijn handen bezig te wezen of ja, ik wil te knutselen. Is dat huis van in Hardenmem wat goed verbouwd? Nou, mijn huis het zelf verbouwd, dus ja, dat denk ik wel. Dat zit toch wel een beetje in de familie? Ja, mijn huis vindt het leuk om te timmeren. Hij is geen timmerman verder, maar hij vindt het leuk om te timmeren. Nou, we zullen zelfs kwallen. Ja, dat is goed. Want ik ben een timmerman, tjonde, geef me vertrouwen. Ga in mijn leven al heel wat opbouwen. Ik werk je mooi per, heb skeert en hou. Ik ruit je het on en het verroer het in gauw. Goed af, jazeker. Moeten we verder werken? Nee, jij moest het ook in, hè? Ja. Dat is mooi wel. Joe. Het ziet er mooi uit. Zeker. Je moet er goed aan baas, dus daar zit hem sowieso aan te lezen. Mooi. Is dit simpels voor mij, dit waar? Simpels. Harm, hebben we wat simpels? Hebben we wat simpels voor deze mevrouw? Dus ik heb wel een bijtelie. Ja, ik heb een bijtelie. Gewoon een beetje bijhoren, zodat hij net alle kanten lukt. Oké, okay, nou, zusje. Ja, proberen. Gewoon een eentje, dit is te veel. Ja, dat is maar een stoot gewoon bij je, want dat ja? Werd niks. Nee, werd dat niks? Nee, nee, werd niks. Nou, dan nee, ik het doen. We hebben het voor zin, want het is een dikke crisis. Ja, dat klopt wel, maar over 2 jaar dan zijn ze klaar met hun opleiding en dan, ja, dan draait de bouw volop. Ja, dan hebben ze heel hard nodig. Dus. Heb je al een glazen bal? Grote glazen bal? Nee, maar ik ken wel het verhaal van de 7 vette jaren en de 7 magere jaren. En we hebben nu wel een 7e magere jaar en er komt misschien een 8e aan. Maar we gaan straks vanzelf weer omhoog, dat is altijd zo. Dus, en de vergrijzing blijft wel doorgaan, dus daar hebben ze zeker ook voor nodig. En als je me in mekoor hebben, dan dondert hij straks net uit mekoor, die tafel? Ik heb er één. Nee, met Celine, met schroeven, dan komt dat wel goed. Hey, succes hè? Ja, dankjewel. En winnen? Ja, ik is best wel. Oké. Okay. Ja, succes jongens. Ik heb me indrukt. Je moet beginnen met net op vreet. 3 minuten voor elk en je moet opzitten. Maar de Friesdamje, dit gaat nog als het gewone damje. Ho, die moet even rucht. Oké, okay, wat gaat er nou terug hierheen? Volk het? Domme snap aan de hand aan de hout komen. Dat weet ik. Mag ik net onthoudtje komen? Ik denk verdampt alleen uit. Hier trek ik altijd met me. Doe je hem dit nou, Junexa? Nee, dan op de gaasmer. Dan hou je met zo'n wel het dames om. 12 jaar, dat is net zo goed trouwens. Nou. Oh ja, ik ben even nou lijken. Hoeveel potjes kun je in wonen in deze tijd? In 3 minuten, nou, dat is hoe griezelig waar het heet. Dat normaal dan hebben wij oorde loeren. Oh, zie je, nou, nou gaat het net, nou gaat het net zo raad meer, hè? Dit gaat zo raad, dit gaat zo raad. Wat gebeurt hier, hè? Oh, denk eens om. Is dit een zwakke stelling, hè? Nou, valt oh, mooi. Oh, niet, valt mooi. Oh, daar hou ik wel van. Hé, eventjes... Zijn klok hier in het patroon, daar mag ik maar wat op binnen. Dus. Ik wil even toch even mooi praten, want ja, dat is de bedoeling dat het Klaas jongens maakt. Wanneer ben je nou begonnen met dit Friesdamje? Ik ben mooi zo'n 18 jaar begonnen. Ja. En heb ik wel eens normaal dam? Ja, ik heb wat mooi dingen. Waarom is dat niet zo'n volk? Nou, dat is geweldig wat doen, want ik heb vroeger ik was in Bauke Bies en Janus van der Bal en Rijn van der Paal. Dat ben wel kanon niet bij je 40e hut, jongen. Ja, gaat dit een hut? Want twaalf, ja. Ik is een mooi jaar. En jongens, we hebben nou ook beeld van de Gaasper. Dat is het plak dat het joen gebeuren. Maar ik wil even van je weten, hoe ben die komen ze eigenlijk tussen je? Het kennen alle kanten uit, maar tja, hoeps, okay. Maar jou bent dus de allerbeste met gewonnen dam. Ja. Maar waarom is dit dan zo dreig? Nou, dat is
Maar dit heb je net zo vaak doen, toch? Ja, ik woon een keer een vier, misschien oh. Wel vaak. Dan ben ik een tel, want ik weet wat ik niet wat heuters. Oké, okay, we hebben een padstelling. 2024. We zijn hoe zo'n dam bent, want dan. Ik vreem me. Ik geloof dat het gebeurd is. Volker, ik vreem me wel eens af. Dan nou is best wel een gewone dampartij, hè? Ja. Denk je toch wel eens aan horen mooie dingen in het leven? Dwalen dingen dacht nog wel eens af? Soms wel eens een beetje, maar. Ja, waarin? Ja. Oh, is dat een goede set? Oh, dat gebeurt. Ik denk, ah, Blinde, nou, applaus. Dit is hem. Ja, weer makkie. Weer makkie. Maar geeft dat altijd met je zaak? Willen en plezier? Nou, je moet met plezier je sport beleven, no? Ja. En vooral zo'n partijtje, dat is prachtig, no? Wat een beetje maar willen hebben, ja. En de gang er wat in horen. En hoe gaat dat nou, jong, trouwens? Want dat zit ik me al te vreden. Zitten dan 60 man met zo'n kleedje en zo? Nee, is het, niks ervan. Dat is een gezelligheid en dat is topsport tegelijk. Is het echt topsport? Ja, dat is echt topsport. Nou, ben ik een oud-leider, denk ik, dat hinder veel aan je. Maar als je echt 2-3 uur op een dag en dan soms naast 4 uur naar achter uur zit het de dame. Nou, dat. Ik draaf, ik fiets, ik heb een man van toe wel op fiets. Maar als je echt zo'n dag zit het de dame, nou, dat is een dreiger. Ja, waarom? Ja, absoluut. Nou, dan ben je bent helemaal leeg. Ja, je zit maar probeer je maar eens zo'n 8 uur na te volledig te concentreren. Dat is ook wisselijk dreig, dat is topsport. Okay. Ja. En Joen, is dat al je live te zien hem bij ons op Omroep Live? Ja. Wat is dat voor ervaring? Want normaal komt er net een kop te zien bij hem. Ben we net wend, maar dat is wel leuk, denk ik. Ik vind het prachtig. Ik denk dat Klaas Jongens bij die houdt een trotboer het heen praat. Ja, dat denk ik ook. Ja, wikker de wik. En de kist wel een aai in de concierge is een spannend ding. Ja, dat is ver van mooi werk. Ik ben wel een keer van een droogpartij. Ik een prachtig verhaal op maatje. Ja. Maar waar hoop je hem nou op als clubs, als echte Friesdammers, wat er gebeurt? Mooi, die ondacht en je bent hier nou ook. Ja, nou, het is een stukje promotie voor de sport, uiteraard. Ik vind het maakt het mooi dat Klaas Jongens met het dwaan wil. Oké, nou, je kan we weer naar je opzetten. Ja, dan doen we nog het laatste partijtje en dan zullen wij weer naar deze vrouw. Die het lekker aan het knallen is. Hoe gaat het, Ibi? Hey, succes, jongen, trouwens. Ja, even waar werd het eigenlijk? Waar werd het? Waar het jongen werd? Ja. Dat is van te zitten bij wat zien je 50 mensen die het winnen kennen en wat hoe ze. Het wordt spannend. Ja, nou, we hebben een plat voor al hier. Jelwacht, de Gasper. Jelwacht, elke dezelfde kans. Succes, mooi. Ja, oké, hier is de grote kletsen begon. Wat zo. Hij mag kijkers? Ja, dat meest ik wel eens proberen, tuurlijk. Want gisteren wel. Maar wat ik. Gewoon wel op het doek, hè? Ja, op het doek, ja, tuurlijk. Ja, een beetje meer sering in die adem. Ja, ja jongen, maar ik ben benauwd. Ik heb die kleine binnen van mij, jongen, dus dan krijg ik een probleem. Hey, Ibi. Ja, super, ja? Ik geef gewoon even terug, ja. Sorry. Geef me terug, Hots. Ja, de meisje nog praten. Ik wil even weten wat er nou maar het ding dwam had. Want mooi protest. Nou, ik dacht de Friese Milieufederatie bijvoorbeeld. Dat de opbrengst of zo naar de Friese Milieufederatie. Dat dacht ik, dat is misschien wel heel leuk. Voor het goede doel. Dus dat was meestal een... Ja, hè, we willen bieden, of weet ik wel, misschien kun je wel op je website. Ja, dat zetten we bij u op een website en dan is te bieden. En even de uitlis, want er staat een tekst op, ik zeg ergens ja. Ja, dat staat, ik ga dus... Zeg ik me wat omheen de titel, de titel dacht ik van, nou, dat is Joop Puinhoop. Ja, dat Bende. Joop, misschien had ik de titel misschien moeten veranderen. Ja. Maar Joop Puinhoop, dat vond ik wel een hele leuke titel. En maar er staat van alles. Maar dat is juist leuk voor iemand die hem heeft in huis. Wat er allemaal, die mag het zelf lekker ontdekken wat erop staat. Oké. Ibi, best al clear? Bist u die frustraties kwijt? Ik ben bijna mijn frustratie kwijt. Ik mag nog even een liefstbietje wiet en dan is het clear. Ja, nou, fleurig geheel. Ja, ja het natuurlijk heel snel. Dus, ja, ik zit er nou op mijn kop op, dus het... Ik zie het beeld er wel ergens in. Hey, hartstikke bedankt. Nou, graag gedaan. En succes er mooi. Oké. Ja, komt wel op een site stemmen. Mensen, had je hem dat dan zien willen en nou ja, erop bieden willen. En ik denk van ik wil die staatsdeeld fles niet, maar dat ik gewoon behouden blijven. Een statement, kind, buus en bier erop. En dan gaat het naar de Friese Milieufederatie. Ja, deze week hebben we echt een speciale minuut. Een oproep voor een toneeluitviering voor dove mensen. En daarom wordt alles wat wij nou in die minuut zezen, dat wordt terug de dove Maya Soekram vertaald. Ja, zal ik hier even heen, want dat is een hele mooie constructie, hebben we erop betocht. Oh, goeie. Strof in roeren Toske. Waar ben je al? Ik ben Elbert van toneelvereniging Maskerade. En wij gaan dus een toneelstuk uitvoeren voor 31 maart is dat, voor doven. Het heet Gieren veilig op het nest. Het is een komische trillen. En, die minuut die begint nou pas erin. Nou, doe maar even rustig gewoon. Dat is mooi.
Het, is een, het gaat over een hotel in het naseizoen. Het is er vrij rustig totdat er twee boeven komen. En dan die zijn op zoek naar juwelen. En, ja. Wat wie nou krijgt boeven? Wat zei die? Boeven. Dit is het gebaar voor boeven. Oh, oké. Ja, ze heeft dus natuurlijk. Dus, nee, maar ze gaat haar eigen verhaal ja, wel. Ja, de gruwelijk achter. Ze gaat haar eigen... Maar goed, de boeven komen, die zijn op zoek naar juwelen. En dan, ja, dan blijft het dus niet zo rustig in het hotel. Dan wordt het feest. Dit toneelstuk gaan we uitvoeren op 31 maart. Speciaal voor doven. Er zijn ook twee gebarentolken aanwezig. Dus het wordt hartstikke leuk. Ik zie dat ik nog 18 seconden heb. Graag de doven willen wij oproepen. Kom alsjeblieft, want het wordt feest. Meld je aan via Maya Soekram. @versatel.nl. Wij sturen een bevestiging met ook de juiste adresgegevens. Het is namelijk in Insulinde in Leeuwarden. Dus... Ze die net kom. Dat zeg ik, dat hoor ik. Prachtig. Nou, bedankt. Precies. Ja, dit is goed, hè? Goed hier. Ja, ik ken wel de barentaal. Nou. Ik lees dit. Was toch maar even vast, horen? Was toch maar even vast. Ja, wil je dit tek? Nou, en dat wil je natuurlijk vanzelfs. Mail dan even naar neetopvreet@omroepfriesland.nl. Hoe dienen we het tekken weer? Neet. Op. Vreet. Ja. Onnijwieken. Ja, onzom. Nou ja, die is het. Onnijwieken. Nou, bedankt. Ja, ik heb al wat verf op handen. Ja, zo, hè?